Het moment dat, toen ik dacht dat ik het wilde overnemen, was in Australië. Toen zaten we bij een bar en tevens hadden ze daar ook de huischampagne die wij hier ook drinken. Of we schenken, drinken ook af en toe. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van ja, ik vind het nu wel echt een mooi moment. Ik sta best wel zelfverzekerder in mijn schoenen dan voorheen. Laat ik dat gewoon zeggen. En ik had het daarover gehad met mijn meisje ook en dit en dat. En toen hebben we de knoop eigenlijk doorgehakt. De belangrijkste les is altijd alles controleren. En uiteindelijk kan je niemand vertrouwen. Want ja, je kan mensen wel vertrouwen, maar het is, je moet het altijd blijven checken. Ook al doen ze het 100 keer, altijd moet je het gewoon checken. Want het kan altijd fout gaan. Ik heb wat meer rust gecreëerd in de keuken. En onder de leiding van mijn vader was het, hij was echt een beetje, in Duitsland is hij geschoold. Ja, dan weet je hoe dat gaat. Een paar jaar terug in Duitsland, ja, nou, dan is het daar wel, gaat er hard aan toe. De grootste verschillen tussen mij en mijn vader is de communicatie naar ons personeel. Kijk, over de financiële kant, als iemand meer salaris wil en dat soort dingen, dat is nog niet echt mijn pakje aan, maar ik praat wat meer met mensen. Ik luister vooral ook en dat is als mijn pa, dat is het een beetje het verschil ook wel. Hij luistert wel, maar dan is het gelijk. Oh, en ik luister en dan zeg ik van hoe gaan we het aanpakken, weet je wel. En dat is wel echt een verschil. Op vliegerig is het. Ja, dat ben ik ook wel op een bepaalde hoogte, maar niet in een split second. De kookstijl van mijn vader is best wel rijk en mooie sauzen. Ik wil wat lichter koken, maar wel met mooie sauzen, maar wat meer fraîcheur erin. En dat merken gasten toch wel heel erg dat al speelt. En dat bepaalde zuurtjes. En ik vind gewoon dat je aan het eind van de rit, je hebt je dessert gehad en dan denk je bij mezelf zo, ah, ik zit echt goed vol. Maar niet dat je zo'n overvol gevoel naar buiten gaat, want dat vind ik zelf ook niet prettig. En dan wil ik dat de gast dat ook niet krijgt natuurlijk. Zo. Nee, over 5 jaar is mijn vader niet de zaak uit. We blijven het vooral samen doen. En over 5 jaar zal ik niet meer herkennen hier zo. Ik hoop over 2 jaar al niet meer. Maar het blijft gewoon net als de familie Arzak. We blijven het samen doen. De vinger gaat altijd door de pan om elkaar te controleren en te proeven.